NEC werkte vrijdagmiddag op het trainingscomplex in Estepona een oefenwedstrijd af tegen Quick Boys. De wedstrijd werd met 6-0 gewonnen. Achteraf spraken we met Anas Atjabar en Maarten Paas. De wedstrijd was oké. Ik denk eigenlijk een beetje de structuur van de trainer even kennen, de speelwijze. Maar op zich al het al was wel een degelijke wedstrijd. Voor Paas zat er een speciaal tintje aan de wedstrijd. Mijn eerste wedstrijd voor NEC 1, ja, dus dat was wel redelijk speciaal. Omdat in de voorbereiding was ik weg. En vorig seizoen was ik ook in de voorbereiding weg met Nederlands elftal. Dus ja, dan mis je de voorbereiding, dan kan je niet voor het eerst spelen. Dus ja, dat was wel op zich wel een bijzonder gevoel. Maar tijdens de wedstrijd voelde het gewoon alsof het een normale wedstrijd was. Atjabar heeft een gezonde rivaliteit met spits Van Braken. Nee, het is gewoon een vriendschappelijke wedstrijd. We hebben elkaar nodig. Hij heeft mij nodig, ik heb hem nodig. We zijn een team. We moeten uiteindelijk kampioen worden, want dat is onze doelstelling. En wie de speelt, dat is aan de trainer. Sinds Atjabar weer fit is, blijft hij aan de lopende band scoren. Ik denk, elke minuut die je maakt, kan je beter worden. En, hoe fitter je bent, hoe lekkerder je vel zit. En hoe meer doelpunten kan maken. En doelpunten zorgen voor zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit. En, ja, ik denk dat het belangrijkste voor mij is dat ik lekker in mijn vel zit en lekker plezier heb en hier zo veel wedstrijden ga winnen. Ook Paas maakt een goede ontwikkeling door. Ja, dat is nu het derde jaar dat ik mee ben naar Marbella, ja, nu Estepona dan. Dus het is wel iets waar je na lange tijd naar uitkijkt. Smaakt denk ik naar meer. Ik verwacht gewoon me hier nog te blijven ontwikkelen. En hoe dat in de toekomst gaat verlopen, ja, dat zullen we het volgende half jaar zien. Paas heeft het naar zijn zin bij NEC. Ik geniet sowieso van het voetballer zijn. Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik ben ook niet zo heel lang keeper. Dus ik kom uit Nijmegen, dus ik ben ook gewoon hartstikke trots om voor NEC te spelen. Mijn doel is kampioen worden. Ik denk dat het belangrijkste is. Hoeveel doelpunten ik maak, ja, kan me echt niks schelen. Als maar kampioen worden, dat is voor mij het belangrijkste. Forza NEC en RN7 gaan mee op trainingskamp. Dankzij F-Graphics, Massage Nijmegen, F-Work, Jacques Bongers Dranken, woningbouwprojecten Heikant en Café de Zaak uit Beuningen.